weet niet of ik dit in de video erin laat zitten. Of ik doe dit achteraan als een soort bloopers. Hoe maakt Sander een thumbnail? Spannend. Hallo mensen van GamesW, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag ben ik er weer met Minecraft. Er is een heleboel veranderd sinds de laatste... Alhoewel, dat valt eigenlijk wel mee, want de laatste keer hebben we natuurlijk dit voor een groot deel gebouwd. Al weet ik niet of dat helemaal klaar was, maar het was voor een groot deel af. Volgens mij hier nog niet. Had ik alleen het stukje hier rechtdoor C gedaan, zeg maar. En kan ik er zo op springen? Ja. Dus dit is nu helemaal af. En daar ben ik blij mee. Dus ik heb nu echt een stadsmuur. Dat vind ik wel fijn. Nou alleen nog de stad. Want één huisje tel ik niet echt als een stad. Ach. Even kijken hoor. Want als het goed is. Ja, ik heb hier ook poortjes geplaatst. Hier wil ik dan ook iets van een huisje maken later. Maar dat komt later. En ik was nu bezig met een mijn. En daar wou ik dus eigenlijk ook zo net mee beginnen. Maar toen dacht ik, wacht, laat ik eerst even vertellen wat er allemaal veranderd is. Hebben we water bij ons? Nee, dan moeten we eerst eventjes... ik heb hier eerst gewoon een trap. En dat heb ik dus veranderd. Ja, dat leek me wel handig. Waarom hier nou ook een ding zit, weet ik niet. Wacht. Ik moet eventjes één ding doen. Ik moet deze weghalen. En dan hebben we een infinite water source. Dat is wel handig. Oké, dan halen we deze weg. En dan doen we hier water. Kijk. Zo kun je makkelijk... Ik hoop niet dat het geluid te hard staat. Maar zo kun je makkelijk ook naar boven. Want naar beneden is nu heel makkelijk. Maar naar boven is een dingetje. Ja, nou is... ik ben een beetje zuinig met mijn iron. Ondanks dat ik al een aantal diamonds heb gevonden offline trouwens. Maar ja, ik ben gewoon graag zuinig met dat soort dingen. Hoe werkt het? Heb ik die wel goed geplaatst? Want daar staat natuurlijk een torch op. En die gaat natuurlijk gewoon weg. Dan kan ik niet naar boven. Dat is altijd jammer. Maar goed. Daarom heb ik hier trouwens ook gewoon stone bij me. Nee, ik vind het mooier om dit ook gewoon van stone te hebben. Oh, nu verneuk ik het helemaal. Eigenlijk. Ja, ik denk dat het handiger is als je eerst deze een aantal hoger doet. Kun je ook direct kijken. Oh ja, kijk, dit gaat precies goed. Waarschijnlijk heb ik dit ook zo uitgerekend. Maar ja, je weet het maar nooit, hè. Het kan altijd fout gaan. Het kan altijd fout gaan. Oh, nu kan ik er niet meer bij natuurlijk. Ja, voor mij klinkt het nog steeds hard. Alleen, ik heb het geluid toch wat zachter gezet. Dus als het goed is, hoort het niet hard te klinken voor jullie. Maar ja, je weet het nooit, hè. Straks in de opname, dan is het ineens... dan is het ineens wel hard. En ja, met zo'n iets kun je ook niet zeggen... Hey, ik neem hem gewoon opnieuw op, want dan is alles al gedaan. Ja. Dan kan ik die stukjes gewoon uithalen. Maar dan snap je, zoals nu... Zou je dan niet snappen waar ik het in hemelsnaam over heb? Kijk, dan zijn we al een heel end. Goed, kan verder, tuurlijk. Maar, oh, kijk, we zijn er al. Oh, dit is dark ook, dus dat kan niet. Nee! Oké, daar gaat mijn spruce planks. Oh, ik had ook gewoon dark ook bij me. Dat doe ik moeilijk. Kijk, er helemaal een mooie mine. Gaan we naar beneden. En dan pakken we hier. Ja, eigenlijk is het wel handig om toch wat meer... Ah, hier zit ook geen iron in de kist. Nou, dan moet ik weer naar boven. Wat zou ik doen? Oh ja. Nou, ik moet dus sowieso wat iron meenemen. Want ik wil ook altijd wat iron in de kist hebben. Oh, hier heb ik ook nog iron. Oh, dan heb ik ook wel genoeg iron. Dan kan ik best nog een bucketje maken. Ik doe dat met water, omdat het toch iets sneller gaat. Want, ja, dat is nou eenmaal zo. Als je met water doet, gaat het sneller dan dat je zonder water doet. Dus ik denk, ja, dan heb ik liever dat. Want, ja, tijd is geld en zo. En als tijd geld is, dan heb ik behoorlijk wat tijd nodig. Nou heb ik sowieso te weinig tijd in de dag, eigenlijk. Want ik wil zoveel dingen doen. Wacht even, ik plaats er zo net. Ja, dat kan gewoon. Oké, dat wist ik niet. Dat is wel een shocker dat kan. Dat wist ik echt niet. Ja, oké, dus hij loopt gelukkig niet door. Ik denk al, wat nou als hij dan ook doorloopt. Maar dat doet hij niet. Dat dacht ik al te zien hoor, maar ja, je weet het maar nooit.
Ik wou toch even zeker zijn. En zo wist ik dat zeker. Dus dat is mooi. Volgens mij komt het ook precies goed uit. Dat je precies bij een ladder eindigt. Dat is wel mooi. Ik had trouwens eerst dus ook... was ik die kant op gemined. Maar ik heb nu ook... Waarom heb ik dit? Oh ja, ja. Maar waarom heb ik hier nog een ding? Dat hoeft helemaal niet. Maar ik heb dus nu ook... hier deze kant op. Want ik kwam daar een mine van iemand anders tegen. En ik denk, ja... Is dat dan wel zo handig? Dus ik ga nu de andere kant op. Kijken of dat een beetje lukt met minen. Ik heb wel diamonds gevonden. Dus in principe denk ik niet dat we elkaar heel erg in de weg zaten. Maar ja, het is toch handiger als je allebei een andere kant op gaat. Want degene die hier dichtbij zat. Ik weet niet, was dat in een video ook? Dat hij zei van, hey, dat is voor mij. Of dacht ik in de video steeds dat het de PvP-arena was? Want dat dacht ik ook een tijdje. Wat ik ook kan doen is... Wacht even. Dat gaat veel makkelijker. En dat maakt minder herrie. Hey. Dan hebben we dit project ook af. Ja, dan weet ik niet of dat zo handig is om hier een thumbnail van te maken. Want dat heb ik met de vorige aflevering wel gedaan. En hier zie je zo weinig. Dus ja, vorige afleveringen was iets makkelijker. Kijk. Zo. Dat is mooi. Ja, eigenlijk zou je die misschien weg moeten halen. Dan zie je beter. Nee, dan zie je het nog niet goed. Alhoewel. Ja. Ik weet niet wat ik voor de thumbnail ga doen. Dat zie ik later wel. En nu heb ik nog steeds niet die shit onder in mijn kist gelegd. Ja, dit was eigenlijk het enige wat ik voor vandaag wou doen. Maar volgens mij is de video nu best kort. Maakt dat op zich voor mij niet uit. voor jullie waarschijnlijk ook niet. Dus daar komt het goed uit. Oh shit, mijn pickaxe is op. Kijk, en daarom wil ik dus altijd hier shit in hebben. Dan heb ik inderdaad dus ook, zoals je hier ziet, een diamond pickaxe. Ik ben er trots op. Maar ik wil gewoon voor gewoon dit soort dingetjes, weet je wel, decoratie en zo, wil ik niet... mijn diamond pickaxe gebruiken. Omdat ik nog maar 4 diamonds had. Dus ik heb als het goed is nog maar 1 diamond in mijn kist. Maar dat weet ik niet zeker hoor. Misschien dat er ook wel een paar meer waren. Maar ik dacht dat ik er niet zoveel had. Ik ben hier dus verder ook nog niet begonnen met minen. Maar dat kan ik misschien als ik een keer vrije tijd heb doen. Dat is niet zo leuk voor een video. Dus dat ga ik niet nu doen. De kool kan hier ook nog wel in. Wat sticks is, kan ook geen kwaad. Ook goed. Ja, die neem ik toch wel even mee. Of die kan ik hier ook even gauw... Hebben we ook een even aantal kool. Dat is ook fijn. Dus dan doe ik dat. Verder moet ik deze nog even vullen. Ah, dat maakt niet zo heel veel uit. Want ik hoef natuurlijk toch niet helemaal naar boven. Want, ja, omdat het maar voor even is... Laat ik het water gewoon stromen. Kijk, en dan... ja, zo. En dan hebben we er... 2. Dus dan kunnen we hier 1. En daar 1. Wacht. We moesten toch nog meer? We moesten nog iets met water. Oh ja, hier, dit is het gat voor dingen weggooien. Dus als ik nu denk, ah, fuck cobblestone. Dan doe ik zo, ah, fuck cobblestone. Fuck diorite. Zie? En dan is het weg. Kijk, dat vind ik wel handig. Want ja, het is dicht bij mijn huis, dus die spant wel. Want in je huis ben je toch het meest bezig. Wat ik kan doen is dat ik gewoon hier zo een foto van maak. Van de mine. Dat is wel leuk voor een video. Ik weet niet of ik dit in de video erin laat zitten. Of ik doe dit achteraan als een soort bloopers. Hoe maakt Sander een thumbnail? Spannend. Dus dit was dan de video voor vandaag. Ik heb 2 diamonds nog trouwens. Hier heb ik er ook nog 4. Dus dan... heb ik er 6. Dus bij deze sluit ik een video af. Vond je dit een leuke video? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Zo niet, vertel even waarom. En dan zie ik jullie natuurlijk de volgende keer weer bij een gloednieuwe Minecraft video. Laters.